Er is geen visie op de toekomst van de landbouw. Kringlooplandbouw is niet gedefinieerd. En dat maakt dat er heel veel onderdelen van dat landbouwakkoord rommelig zijn. Want als je niet definieert waar je heen wilt in 2040 en je definieert dat niet goed, ja, wat betekent dan bijvoorbeeld innovatie? He, dus ik kan daar een heel lang verhaal over horen, maar de heer Omtzigt is inmiddels verdwenen uit de zaal. Maar er zitten dus wel degelijk kwetsbaarheden in het landbouwakkoord die voortkomen uit het feit dat er onvoldoende... Ja, maakt u even uw zin af. En... Ja, maakt u even uw zin af. Ja, ik kom zo bij u. U zet een punt. Nou, ik zet geen punt, want ik ben het met de heer Omtzigt eens. Voorzitter, een punt van orde. Dit is de 10e keer dat er hier iemand beledigt. Ik sta gewoon achter in de zaal en ik zit inderdaad op de achterste rij. En daar zijn ook nog redenen voor, want ik ben door 2 verkenners hier verschrikkelijk te grazen genomen. Dat weet u donders goed. En als u niet alleen geen visie in het landbouwakkoord heeft, maar u heeft zo'n slechte visie dat u mij niet ziet zitten, en dat is nu de zoveelste keer, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, dan neemt u dat gewoon terug. Dank u wel, want ik zag eerlijk gezegd de heer Omtzigt gewoon in de zaal. Ik zag hem niet, maar dan neem ik dat terug, geen probleem. Ja, dat lijkt me netjes. Gaat u verder. Maar